Dag 10 van Dream School staat Erik gewoon weer op het bordes de leerlingen op te wachten. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Helemaal naar de kanker. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Erik is erg benieuwd of de stage dag voor nieuwe inzichten heeft gezorgd. Hoe was de stage? Ja, leuk. Goed. Ja. Je bent in het bejaardenhuis geweest. Hoe was dat? Ja, was wel leuk hoor. Ja? Ja. Het was een vrouwtje. Gisteren had ik roze aan. Ja. En ze had ook roze aan. Dus dat was gelijk al... Een match. Ja. Ik had wel iets meer verwacht dan alleen meubels sjouwen. Ik hoopte eigenlijk ook op een beetje kleding inrichten en dat soort dingen. Oké, okay, ja, tuurlijk. Alleen, voor de rest heb ik het wel leuk gehad. Gewoon. Maar of ik er iets van ben opgestoken, denk ik niet. You never know. Ik heb al gekeken om een Breda te vrijwilligerswerk te doen. Echt waar? En, is er daar iets? Ja, half uurtje fietsen, dus dat is even kijken. En hebben die ook een vogelcentrum? Nee, maar dat is gewoon honden en katten dan. Dat is ook leuk, dus. Hé, hey, glad geschoren. Ja, nou, ik had een foto gemaakt. Oh, wat de Ik had een foto gemaakt met trimmen, dus toen heb ik alles maar eraf gehaald. Dat is beter, man. Huh? Nee, joh. Jawel. Nee, joh, ik ben nog net een puppy, man. Nee. Ik laat het juist. Dat is beter. Dan kunnen we omkleden. Mannen. Ook vandaag is de klas niet compleet, want Anouk, Jasper en Caitlin zijn er niet. Het is vrijdag en waar ik me echt aan stoor is het totaal gebrek aan communicatie. Ik moet professionele moed houden, maar ik begin me ook te ergeren. Aram is wel aanwezig, maar niet van harte. Alles goed, Aram? Gaat wel. Die zit er niet zo lekker in of zo vandaag. Weet jij iets? Nee, ik weet niks. Nou, ik was wel goed. Dat is niet zijn normale mimiek. Lucia is zich in de dojo aan het voorbereiden op de les. Ook zij voelt negatieve energie en wil de leerlingen positief het weekend insturen. De taak van mij en Erik is om de jongen zoveel mogelijk erbij te houden en op het, in het begonnetje te houden. Je kunt iemand niet dwingen in zijn proces. En iemand begint aan een proces en denkt, oh mijn god, maar dat wist ik niet over mezelf of... Dat hè, wist ik niet dat het zo heftig was of zo heftig voelde. Of ja, het instappen, dat is best een dingetje. Yo, het ruikt er naar wierook, man. Nou jongens, schoenen uit. Kom maar op de mat. U heeft er zin in vandaag? Ja. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Aram, je kijkt een beetje streng van vanmorgen. Ja, ik heb er niet echt zin in. Oké. Okay. Eerlijk antwoord. Ja, ik werd misselijk om vanwege de wierook. Dus... Ja. Sorry, wat? Ik werd misselijk toen ik binnenloop vanwege de wierook. Dus... Oh, en dan zet ik hem even buiten. Oké. Ja? Ik werd er echt misselijk van. Ik was zo blij dat iemand anders er iets over zei. Cirkel, 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 cirkel. Kom maar hier, zo. De cirkel is rond. Ja, 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 ja. Alles dat je aandacht geeft, groeit. En daarom benadrukt Lucia vandaag de positiviteit in de klas door middel van een complimentenronde. Wie wil als eerste in de hot seat? Oké, okay, kom maar. Ik vind jou een heel fijn persoon om mee te praten. En ja, je kan gewoon goed luisteren. Dus dat. Dankjewel. Ik hou echt van jouw persoonlijkheid. Ook al zit je nou bij als een zagrijnlijke aap. maar ja, je bent toch wel heel positief en je hebt een hele leuke humor. En ik denk sowieso dat wij het wel goed samen kunnen vinden. Dank je wel. Ik zie je een beetje als stille kracht. Volgens mij ben je heel sterk. Maar je blijft heel rustig en dat vind ik heel mooi. En inderdaad, je komt op voor anderen. En dat is iets wat ik heel erg waardeer. En dat is heel mooi om te zien. Dank je wel. Ik hoef geen complimenten. Ik zal daar heel eerlijk in zijn. Want degene die jou die vandaag een compliment geeft, kan je morgen weer voor rotte vis uitschelden. Ik moet altijd lachen, ook sowieso als ik naar je kijk, dan zit er altijd die lach op je hoofd. Voor de rest ben je ook heel zachtaardig. Ik lach wel veel weg, denk ik, maar nog steeds ben je wel een heel goed humor. Ik vind. Ja? Ik vind. Wat? In plaats van je bent. Wat zeg ik dan? Je bent. Welke zin? Welke context? Ik vind. Ik vind? Ja. Ik vind. Dank je. Je zegt altijd lachen dat je er geen zin in hebt, zeg maar. Is dat, ja...
kan ik waarderen. Ik heb het gevoel dat alles in jou, wat in jou opkomt, dat komt gewoon naar buiten. Soms denk je erover na van shit, ik had dat niet moeten zeggen, maar het is beter om het gezegd te hebben. Genoeg te zeggen, ja. Nou, ja. Ik vind het mooi hoe positief je bent. Altijd. Hype man gewoon. En je zet iedereen ertoe van kom vandaag. En ja, dat respecteer ik echt gewoon. En je openheid, ik denk dat het ons allemaal helpt om dan ook open te zijn. En ja, vind je gewoon een toppertje. De appjes, ook in de groepsapp, dat motiveert me echt. Als ik dan wakker word en ik krijg een berichtje in de groepsapp van kom op jongens, we gaan ervoor, weer een dag knallen. Dat helpt denk ik. Nou, in ieder geval voor mij helpt dat me echt heel erg. Dus respect. Goed zo, daarvoor doe ik het ook. Echt een beetje de held van de groep, voor mijn idee. Ja. Het was een echt moment en het had hem geraakt, hij had het gevoeld. Ik waardeer enorm hoe je als mens bent. Ik zie bij jou ook echt wel dat je een persoonlijke groei doormaakt. En als ik jou zie, dan word ik toch ook altijd wel een beetje vrolijk. Want we hoeven elkaar ook maar aan te kijken en we kijken elkaar ook nooit serieus aan. Dus, maar ja, je brengt ook altijd wel een lach op mijn gezicht. Dankjewel, fijn om te horen. Ik vind je een hele leuke meid. Laat de rest al wel door, denk ik. Ja, gewoon de dingen die je mee hebt gemaakt, dat je er gewoon nu nog zo mee dealt. Ja, daar heb ik echt respect naar. Dat vind ik echt cool van je, dat je dat gewoon zo doet. Van Sora krijg je niks. Nee, je bent een hele lieve jongen. Ja, en in de les doe je altijd gewoon goed mee. Ja, gewoon toppertje. Ja, gewoon dat je heel positief bent en heel lief en zorgzaam. Dat is echt leuk om te horen, ook als je over je broers en zusjes praat. Ja, dat je af en toe even vraagt hoe het gaat en zo, dat waardeer ik wel. En ja, je komt gewoon over als een hele oprechte en lieve jongen. Dank je wel. Dus, je uitgesproken mening kan ik echt heel erg waarderen. Ik vind het heel knap hoe jij je paniek en zo telkens dan blijft overwinnen en dat je het toch gaat proberen. En ook dat je soms dan toch midden op de dag of zo nog komt in plaats van helemaal niet. Dat vind ik heel goed. Dank je wel. Ik vind het ook heel erg jammer dat de anderen nu niet zijn bij dit moment. Ja. Ik vind het best wel een mooi moment. Het is wel een bonding moment. Inderdaad. Dit is tot nu toe een van de intiemste momenten. Intiemste momenten ja, van dat. Hoes. Oh nee jongens. Oh, mijn knie. Mijn knie. Ah. Oh, mijn poten doen echt pijn. Na zo'n intense sessie moeten ze zich even afreageren. Ga ik hier zeggen? Ik heb fysiek contact hier. Zo. Dames en heren, ik heb fysiek contact. Ik vond het wel een intieme les. Ik moest bijna een traantje laten. Oh ja, ik zag het een beetje aan je volgens mij. Dat het je wel raakte. Ik heb ook emoties. Ja. Aram heeft zich afgezonderd en daarom spreekt Lucia hem even aan. Hey, maak me zorgen om je. Hoezo? Ik weet niet wat er met je is. Het gaat oké. Oké, er is iets. Er zijn veel dingen. Ik kreeg een bericht van mijn vader. De eerste zin begint met gefeliciteerd met je 22e verjaardag. Wat mij al een beetje irriteert. Hij zegt fijne verjaardag. Ik hoop dat je je 22e verjaardag goed hebt gevierd. Jullie zijn voor productie. Jullie wisten mijn verjaardag beter dan mijn eigen vader. Ik ben 21 jaar, de wereld ligt aan je voeten, Aram. Zie dit als een soort rite of passage naar alles wat je wilt. Geniet ervan. Hiep de piep. Het is jammer. Het fokt mij op. En wat wil je dat hij ziet? Ik wil dat hij niks ziet. Je wil dat hij niks ziet? Niks. Het interesseert mij niet. Maar dat is niet ik hoef hem niet echt. Het raakt je. Ik hoef hem niet hier te hebben. Ik hoef hem niet in mijn leven te hebben. Hij heeft je pijn gedaan. Niet dat. Ik heb geleerd dat een vaderfiguur niet altijd je vader hoeft te zijn. Klopt. Maar je hebt nog wel een verwachting dat hij dat is. Verwachting heb ik al los. Dat hij weet dat je 21 geworden bent. Ja, dat is toch had ik gehoopt. Ja, maar... Ja. In het Nederlands heb je gezegd van laat je niet kennen. Dus dat is hoe ik een beetje erin sta. Ik laat me niet echt zo snel kennen. Als je komt van waar ik vandaan kom, dan is dat veel veiliger. De volgende les is voor rekening van Natasha Gibbs, bekend als radio- en tv-presentator. Goedenavond, hoogspanning in politiek Den Haag. Het is chirurgen in New York gelukt een nier van een genetisch gemanipuleerde varken in een mens te plaatsen. Welkom bij de Nationale 2021-test. Haar weg naar succes is niet makkelijk geweest. Ze heeft veel meegemaakt in haar jeugd.
de reden dat ik natuurlijk ja heb gezegd op zoiets als Dream School is omdat ik had gehoopt dat ik zelf zoiets had als Dream School misschien wel toen ik opgroeide. Ik herken heel veel van de problemen waar deze jongeren mee worstelen. Het gevoel dat je er echt helemaal alleen voor staat. Dat je het ook alleen moet gaan oplossen. En dat heeft ze ook gedaan. Ondanks een moeilijke jeugd heeft ze psychologie en journalistiek gestudeerd. En heeft ze inmiddels veel ervaring met het stellen van vragen. Ik ga lesgeven in interviewtechnieken. Is het doel vooral dat die kinderen leren om te communiceren. En dat is iets wat ik zelf ook heel erg heb moeten leren. Het heeft me echt geholpen om vooruit te komen in het leven. En interviewtechnieken, die geef je net die tools van, oh, hoe moet ik in deze situatie een vraag stellen of een connectie leggen of op een of andere manier voor mezelf opkomen. Dit ben ik. 13 jaar. Super depressief. Klote situatie thuis. Ouders die gescheiden zijn. Op de vlucht voor mijn vader. Alles is aan de orde gekomen. Misbruik. Tot aan in elkaar geslagen worden. Om de kleinste dingetjes. Weet je, dit is zo'n situatie waar je niet makkelijk over praat, toch? Ik merk het ook aan mezelf. Mijn stem begint een beetje te trillen. Snap je? Je voelt hem ergens. Omdat dit is een kant van ons verhaal wat we niet graag delen. En ik wil jullie laten zien dat het een kant is waar je wel trots op mag zijn. Want dat zijn de worstelingen die jullie allemaal doormaken. En je besluit toch op te staan, je bed uit te komen en bij mij in de les aan te schuiven. Daar heb je echt ballen, toch? Dat is ook een kant waarvan je kan zeggen, ondanks al deze worstelingen, ondanks alle dingen die ik meemaak, I show up. Ik doe het toch even. En wat mij heel erg heeft geholpen, en ik hoop dat ik jullie daarmee kan helpen, is dat ik heb besloten om te gaan praten, te communiceren. Ik ben eigenlijk, zeg maar, 80% van mijn leven alleen maar aan het vechten geweest. En ik heb nu pas op 42-jarige leeftijd een soort van de rust om terug te kijken en te bedenken van, holy shit, dat was best wel een rit, eigenlijk. Ja, en dat is iets wat, waar we denk ik allemaal veel te weinig over praten. Van waar kom je eigenlijk vandaan? Wat is er eigenlijk gebeurd? En waarom maak je de keuzes die je nu maakt? Er zitten veel meer kanten aan het verhaal. En ik denk dat we die meer moeten gaan delen. We gaan een interview voorbereiden. Een interview is officieel. Dus dat betekent dat je echt bedenkt, wat wil ik uit dit gesprek halen? Wat is mijn doel? Wat wordt mijn focus? Strategie is ook heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag van, wat heb je gisteren gegeten? Lekker super... Hollands pot. Hollands pot, ja. Nou, lekker toch? Simpele vraag. Maar wat nou als ik je vraag, wat is het allerverschrikkelijkste in je leven wat je hebt meegemaakt? Dat is een klote vraag, toch? Nou, een moeilijke vraag. Ja. En waarom ga ik je deze vraag niet als eerste stellen? Jij en ik, we vertrouwen elkaar misschien nog helemaal niet. Kan toch? Je kent me niet. We bouwen het op. Dat is strategie. Lucia staat buiten en ziet Anouk aankomen. Goedemiddag. Waarom kijk je zo boos? Kijk, serieus? Hoi. Hoi. Nou ja, Anouk komt weer te laat. Maar nu gewoon eigenlijk aan het einde van de dag. En die komt gewoon aan van alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ja, en dat is het natuurlijk niet. Lucia wil de les van Natasja niet verstoren. En daarom bespreekt zij één op één met Anouk haar doelen. Want wat wil ze nou eigenlijk uit Dream School halen? Wat kun je nu nog aanpakken en wat heb je van ons nodig? Dus misschien kun je daar iets over schrijven. Ja, ik heb er nu niet echt zin in als ik heel eerlijk ben. Ik snap wel wat je bedoelt, maar... Ja. Maar je bent gekomen omdat je toch nog wat wilde doen, toch? Ja, ik ben gewoon gekomen omdat ik gewoon wil laten zien dat ik er geen scheid aan heb. Ik had ook niet kunnen komen. Ik wil dadelijk gewoon naar de groep toe als we een grote pauze hebben. Ja. En ik zal ze echt niet afleiden, hoor. Ik vind het heel fijn dat je er bent en ik verwacht ook iets van je. En dan wil ik je aanreiken om daar toch mee aan het werk te gaan. Ja, maar dat wil ik gewoon op een andere manier doen. En wat voor manier wil jij dat doen? Gewoon met iemand praten erover. Ik heb geen zin om er over mezelf weer te gaan typen op de computer. Kun je er met mij over praten? Ja, of met een van hun. Kom maar zitten. Je maakt het me een beetje moeilijk, hoor, moet ik zeggen. Oké, maar wat wil je nou precies weten dan? Nou, waar jij tot nu toe... kun je herkennen waar je valkuilen zitten? Ja, wat... nou precies wat daar op dat bord staat. En wat, weet je wat er op dat bord staat? Ja, dat ik van mezelf moet leren houden... en dat ik moet leren om op tijd naar bed te gaan... en regelmaat te krijgen in mijn leven.
En minder handje de voorste moet zijn. Maar ik heb nou nog niet echt een van mijn doelen behaald. En je wil er wel wat mee. Je wil daar iets aan doen. Ja, maar in 3 dagen gaat het echt niet meer lukken hoor. Dan had ik me vanaf het begin 100% in moeten zetten. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ja. Dus je geeft nu al op? Nee, het is niet dat ik opgeef, maar ik heb wel gewoon... Mijn gevoel zegt gewoon dat het niet meer gaat lukken. Dan zou je een begin willen maken. Ja, maar daar heb ik hulp bij nodig. En dat is wat ik vanaf het begin al van jullie vraag. Maar als ik jou vraag wat voor hulp je nodig hebt, zeg je... Ja, maar dat weet ik dus niet. Hmm. Als ik dat had geweten, dan had ik al wel aan kunnen werken. Maar ik weet gewoon niet hoe en wat. Ik weet het gewoon niet. Ja. En als ik je hulp aanreik, dan verwacht ik van jou dat je iets probeert. Want anders komen we er ook niet achter wat voor jou werkt. Hmm. Dus als de dag over is, heb jij op zijn minste gedeelte van je verhaal, van wie je bent, laten zien aan iemand. Oké. Spreken we dat dan af? Ja. Oké. Super. De klas wordt opgedeeld in tweetallen en ze mogen elkaar het hemd van het lijf vragen. Het is de bedoeling dat ze elkaar na deze les nog veel beter hebben leren kennen. Zometeen, als je degene die je gaat interviewen, daar wil je iets bijzonders aan ontdekken. Iets wat de rest van de groep nog niet weet. Nou, Madelon, ik ga beginnen met een paar vragen. Wat wil je laten worden, Madelon? Gelukkig. Wat gelukkig voorstelt, is voor mij dat je gewoon blij bent, maar waar je op dat moment in je leven staat. Maar ik weet nog niet op welk moment ik het gelukkig zou zijn. Oké, en blij zijn met wat je hebt, ben je nu niet? Nee, ik ben niet blij met mezelf. Hoe hoop je dat de toekomst er voor je uitziet? Schuldenvrij. Mm-hmm. Drugsvrij. En huisje, boompje, beestje samen met mijn vriendinnetje. En denk je dat je al dicht bij je doel bent? We zijn op de goede weg. Ja. Alleen dat het alcohol en drugs moet nog een beetje onder controle blijven. Wat heeft jouw vader je aangedaan? Hij was er niet. Je hoort er voor elkaar te zijn, toch? En denk je ook niet dat je bijvoorbeeld van familie een soort van... dat het weg kan vallen, maar dat uiteindelijk toch nog op een of andere manier goed kan komen? Of is het gewoon klaarspraak? Ik snap wat je bedoelt, dat het soms goed kan komen, maar als je het eenmaal zo vaak hebt gehad achter elkaar, zijn er ook punten dat je zegt van klaar. Maar je moeder was er wel altijd voor je? Mijn moeder, ja. Is je moeder je alles? Mijn moeder is alles. Ik vond wel bijzonder dat Aram zijn verhaal wilde delen en dat hij eigenlijk best wel open antwoord gaf op dingen, want dat had ik niet echt van hem verwacht. Dus dat vond ik wel fijn. Soraya, wat heb jij ontdekt? Nou ja, dat Davy eigenlijk altijd al wel optimistisch in het leven heeft gestaan. Oh ja? Dus daar ben ik heel trots op. Vind ik heel, wat cool. Heel goed. Je bent er trots op. Het heeft indruk op je gemaakt. Ja, zeker. Ben jij optimistisch in het leven? Ik ben wel meer optimistisch dan dat ik denk ik ooit geweest ben in mijn leven. Dus het gaat wel de goede kant op. Ja. Maar ik ben er nog wel mee. Ben er nog een beetje aan het werken. Gaat niet vanzelf. Nee. Aram, wat heb je ontdekt? Nou, ik heb ontdekt dat zij. Zij vroeger in de klas heel stil was. Ja, niet echt in gesprek met mensen wilde gaan. Maakt dat indruk op jou? Ik herken het. Ja? Op welke manier? Op welke manier, ja. Ik ga daar nou niet helemaal in details in. Sorry. Waarom zeg je sorry? Gewoon. Madelon, kun je helpen? Wat heb je ontdekt? Ja, in ieder geval... Hij is echt een moederskindje. Maar het is gewoon met familie, zodra die gewoon iets doen, dan is het gewoon klaar. Wat bedoel je met iets doen? Gewoon dingen. Nou, als iemand eenmaal jou alleen heeft gelaten, dan vind ik het niet oké dat je dan nog een keer terugkomt en... Ja, ik ga je niet op dezelfde plek toelaten. Je beschermt jezelf. Ja. Snap ik. Maar dat is dus je vader die over jouw grenzen heen is gegaan dan? Ja, grens... Ik weet alleen dat als ik een kind zou hebben, maakt niet uit... welke problemen, maakt niet uit wat het is. Ik zou hem niet hetzelfde behandelen. In de steek laten? Dat... Ja. Het is niet iets waar je je voor moet schamen. Het maakt jou niet als persoon minder. Ik merkte gewoon dat
precies die muur, die ik zelf ook heel lang om me heen heb gehad. Die muur, daar het was echt een soort van tegenop boksen. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, het doet me ook echt heel veel pijn om te zien waar sommigen echt mee worstelen. Wat is nog iets moois wat je over Madelon hebt ontdekt? Ik vroeg haar of ze ooit haar eigen paarden wou. Ja. Ze zei nee. Oh. Ze wil dat niet, omdat paarden uiteindelijk doodgaan. Dus dat vindt ze jammer. Het is interessant wat je net hebt ontdekt. Madelon vindt het moeilijk om afscheid te nemen. Maar waarom vind je het dan lastig? Als ze overlijden, is dat jammer. Dan moet je afscheid nemen. Ja, natuurlijk. Dat vindt iedereen toch jammer, ook bij mensen. Ja, en dan maar niet. Dat zeg ik niet. Madelon, soms doe ik dingen niet omdat ik het moeilijk vind wat eruit kan komen. Je begrijpt wat ik bedoel, of niet? Ja hoor. Ja. Want wat ik bedoel, je mag jezelf dingen gunnen. En het is, misschien klinkt het heel zweverig wat ik nu zeg. Waarom draai je met je ogen? Oh nee, ik draai niet met mijn ogen. Vind je dit ongemakkelijk? Nou, ik vind het gewoon niet leuk. Waarom niet? Omdat, nou, weet ik niet. Ik vind het gewoon niet leuk. Is het de aandacht die ik je nu geef? Is het dat de rest van... Ik hou niet van aandacht. Ik vind dit gesprek ook alweer veel te lang duren, eerlijk gezegd. Hoor je mij of niet? Nee. Nee, je vraagt het niet. Nee, ik je vraag praat het. Tegen mij alsof je een of andere kakkerlak bent. Doe het gewoon normaal, ga lekker je eigen zorg opruimen en laat mij met rust. Kom op, loop dit naartoe, loop dit doorheen. Je kan het. Nee, nee. Stop is geen optie. Kom. Ja, kijk maar maar. Caitlin? Kijk maar alsjeblieft aan.